Yo mensen, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Hidden Vlogs. Vandaag gaan we iets fucking speciaals doen. We staan zoals jullie zien in de A-studio, in de keuken. Dat gedeelte zouden jullie moeten weten op dit punt. Dus, wat kan het anders zijn dan een nieuwe aflevering van Hidden Cooks? Maar ik ga dit een nieuwe subserie maken, denk ik, van Hidden Cooks. Want ik zie hier veel potentie om te groeien. Hier is veel groeipotentieel. Groeipotentie. Hiermee kan ik groot worden. En dat is, tosti's. Met tosti's word je groot. De knakworst tosti heeft mij gigantisch gemaakt. De shawarma tosti heeft mij iets minder gigantisch gemaakt, maar die was denk ik wel goed bekeken. Ik weet het niet heel zeker. Eigenlijk, die nummers heb ik niet helemaal in mijn hoofd zitten. En ik ben te lui om het te checken vooraf. Maar, wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we iets super Nederlands, super speciaals maken. Wat is super Nederlands en super speciaaler dan tosti? Nou, dat is frikandel tosti. Maar niet zomaar frikandel tosti. Nee. Dit wordt een frikandel speciaal tosti. Dus let's go. Laten we gaan bereiden. Ik heb deze alvast in de airfryer gedaan. Even zodat hij niet helemaal bevroren koud was. Ah, dat ruikt lekker. Let's go. Zo, echt een charmante camerahoek dit. In ieder geval, we hebben hier twee witte boterhammen. Tosti eet je op wit brood. Dat weet iedereen. Verder hebben we hier een blok kaas. En dat gaan we zo schillen. Zo, dat is wel genoeg kaas. Dat doe je dan zo op de boterham. Hier, boterham. Je ziet het niet, want het is te belicht. Het is te belicht, maar er zit allemaal kaas op die boterham nu. Je moet die hele bodem vullen met kaas. Zo, en dan doe je een beetje extra, want je gaat op de andere kant van de bodem ook nog kaas doen. Op de andere boterham. Want die ga je op elkaar leggen natuurlijk. Dus dan doe je een beetje extra. Zo. Beetje extra. En bij een normale tosti zouden we nu klaar zijn met de kaasschaaf. Maar dat zijn we hier niet, want we hebben nog deze. En om mooie dunne plakjes frikandel te hebben, moet je die zo schillen met de kaasschaaf. Alsof je een soort frikandel dunner aan het maken bent. Oh, dat worden mooie plakjes. Het mag niet te dik natuurlijk, want anders wordt de tosti te dik. Dat is ook de reden dat ik toen de knakworst tosti eerst de knakworst ging halveren. In de lengte. Dat is wel mooi. Dan hebben we onze plakjes frikandel. En die leggen we dan zo een beetje erop. Even kijken of dat genoeg is. Of dat we nog een extra lading willen hebben. Oké, het schillen van de frikandel dat ging makkelijker op het begin dan nu. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om een kwaliteitsfrikandel te hebben. Want het gaat helemaal de mis in als je geen kwaliteitsfrikandel hebt. Zo, dan hebben we dat op de boterham. Dan pakken wij de ui erbij. Gewoon zo lekker uitsnijden. Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar het is echt wel heel belangrijk dat je ui eerst ontdoet van de schil. Voordat je het erop doet. Anders heb je ui je schil op je tosti. Je tosti frikandel speciaal. En dat moeten we niet hebben. Hier lekkere stukjes ui. Die gaan we er dan een beetje op doen. Zo, dat is heel mooi. En dan hebben we dus onze overige plakjes kaas die we net geschild hadden. Die gaan we er dan zo overheen verspreiden. Zodat het beide kanten lekker die kaas kan smelten. Zo tussen de stukjes frikandel door. Tussen de stukjes ui door. En dat wordt gewoon één en al smaakgenot voor de mond, mensen. Ik zou dit niet per se haute cuisine willen noemen, maar ik doe het toch. Dan pakken wij de boter erbij. Gewoon een beetje boter. Daarmee gaan we die boterham even goed insmeren, zo. Tot hij helemaal vol zit. En dan gaan we bakken. Oké, dan ligt hij hier zo lekker in de pan. Vuur niet al te hoog zetten, anders gaat hij verbranden. En dat zou toch zonde zijn, mensen. Je ziet dat deze kant van het brood nog niet beboterd is. Dus die pakken we er eventjes af. Kijk, dat is de kaas. Daaronder zit de frikandel. De ui zie je niet, maar die zit er zeker wel op, hoor. Dan nemen we deze even mee. Gaan we hier even boter op smeren. Zo, dan is ook dit ingeboterd. En dan gaan we even wachten. Pak ondertussen deze schep erbij, hè. Die moet je soms een beetje gebruiken om de tosti aan te drukken. Nu zit er boter op, dat is wel jammer. Dan kunnen we zo de onderkoeken loeren. Is dat niet goed? Hm?
Die begint al bruin te worden. Heel even wachten. Kijk, als je hieronder kijkt, dan zie je ook dat die kaas goed aan het smelten is. En dat is wat we willen hebben, mensen. Dat is wat we willen hebben. Want de lekkerste tost is hebben gesmolten kaas. Okay. Zoals je ziet is deze nog niet helemaal dat hij een beetje zwartig wordt. Dat is jammer. Dat gaan we zo meteen eventjes verbeteren. Of een verbetering inbrengen. Door hem zo meteen nog een keer om te draaien. Maar we hebben hem nu alvast gedraaid. Zodat ook de kaas aan de andere kant goed kan smelten. Want dat is wat je wil hebben. Ja, die begint al mooi donker te worden aan die kant. Nog heel veel bakken. Oh, dan zie je dat deze ook zo mooi zwart is geworden hier. Maar niet helemaal zwart, hè. Niet pikzwart. Dus daarom is het goed. Daarom is dit wat we willen hebben voor de tosti. Ik zou het echt bijna de perfecte tosti willen noemen. Maar gaat die perfect smaken? Dat moeten we zo meteen nog even zien. Ik vind dat ik lang genoeg heb gewacht. Dus ik ga nu deze tosti uit de pan halen, op een bord doen. En een beetje lekkere curry saus erop doen. Dan weer de tosti. Kijk, dat is een mooie tosti. Dan heb je de curry. Daar doop je zo die tosti in. En dan moet ik zeggen, hè. Dan moet ik zeggen. Dan moet ik echt zeggen. Ik moet zo erg zeggen. Het is zo lekker, hè? Echt het beste van twee werelden. Je hebt die lekkere frituursnack, de frikandel. Puur Hollandse glorie. En dan heb je die tosti, ook echt puur Hollands. Puur lekker. En dat speciale erbij, hè? Dat speciale, dat maakt het wel echt speciaal. Wil ik zeggen. Dus ik geef deze tosti een dikke 10. Maar probeer hem vooral zelf een keertje uit. Zodat jij hem ook een dikke 10 kan geven. Wat is dat lekker zeg. En wat ik dan nog wil zeggen mensen. Is please subscribe. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Hidden Vlogs. Laters.